Wat valt je op als je naar deze schoen kijkt en naar die schoen? Als je niet kan betalen, moet je ook niet praten. Person with the beamer, now I want the bands. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, not a caravan. En wij gaan naar Elite Skin Clinic. Dit is trouwens geen Ramadan vlog, want mevrouw is on her period. En dan kan je natuurlijk niet vasten. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus vandaag heb ik een weekend vlog voor jullie. Ik ga 2 dagen vloggen. Zaterdag en zondag. Laten we maar gewoon naar Elite Skin Clinic gaan. Want we moeten onze gezichten even fixen. Hier, zie je? Ik had hier hele lange bakkenbaarden. En dat gaat ze weglezen. En bij Filip gaat ze de littekens weglezen. Ik heb zo'n litteken. Ja, dus. Nee. Wij gaan nu helemaal naar Den Haag. Lekker 50 kilometer rechtdoor. Als we naar de Elite Skin Clinic gaan, dan is het acne toch? Ja. Als we daar klaar zijn en ik ben goed behandeld, is het acja. Ik had laatst een comment gelezen dat mensen jou echt grappig vinden. En ik snap het eigenlijk echt niet. Eventjes een pitstop maken. Succes! Dank je. Ga ik even wat Red Bull binnenhalen, wil je ook iets? Nee, ik neem wel een slokje van jou op of geen hele Red Bull. Ik heb trouwens mijn nieuwe schoenen aan, jongens. Ik heb er veel voor betaald, dus ik show ze even. Want wauw, ik ben wel echt happy met deze schoenen, man. Ik zeg je eerlijk. Alleen de zijkant, zeg maar dit stukje, vind ik niet zo heel mooi. Het soort van geelachtige, crème-achtige stukje. Dat vind ik niet zo mooi. Maar voor de rest staat ze wel heel erg prachtig, hè? Ik had jullie gezegd dat Filip dezelfde schoenen als mij heeft gekocht. Nee. Maar kijk, als je, wat valt je op als je naar deze schoen kijkt en naar die schoen? Het zijn 2 rechterschoenen. Dit betekent dat Filip gewoon 2 rechterschoenen heeft. En deze schoenen gewoon niet kan aandoen. En dat we nu terug moeten naar de baan. Niet nu. Maar we moeten dus terug naar de Bijenkorf. Want ze hebben nou echt een rare, vreemde fout gemaakt. Dit kan toch niet? Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee, dit vind ik wel erg eigenlijk. Hij gaat nu klantenservice bellen. Filip gaat nu zijn littekens soort van wegbranden of zo. Lezen. Weglezen. Yes. En laten we even goed kijken hoor. Kijk, als je dus last hebt van dit soort littekens, je ziet het nu niet heel goed, maar ik heb er wel 1 behandeling gehad. Maar dus ik merk het wel. Wegwerken. Ja. Maar Filip is tenminste nu wel wat rustiger, hè? Toch Filip, nu je die vrouw hebt gebeld van de klantenservice? Ja, ik mag nog steeds op klanten. Als ze deze aanvallen. Before. Je voelt lucht. Je weet wat je voelt. Gewoon lucht. En dat ga ik inspuiten. Oké. Op zich was het wel te doen. Is mijn oog nog dik? Ja. laat me niet lachen, Billy. Gaat het? Ja, is op zich wel te doen. Dus we hebben net onze afspraak gehad. Ik vond het best wel eng. Maar op zich, het is gewoon goed gegaan. Je voelde alleen een beetje druk bij mijn oog. Maar verder is het gewoon goed gegaan. Ik had jullie dus verteld over dat van die Dior schoenen en zo. En daarom gaan wij nu terug naar Amsterdam. Want dat moet nu geregeld worden. En daarna moeten we weer terug naar Den Haag. Echt
heel vervelend dat we op en neer moeten. Ook op het laatste moment dat we dit nu zo erachter komen. Maar ik had wel echt beter verwacht dan een bijenkorf. Ja, ik had het ook zeker wel verwacht. Want dit is gewoon echt heel slordig. Dit is gewoon echt heel slordig. Een HEMA-fout of zo. Weet je, het is ook geen goedkope schoen of zo. Het was wel echt gewoon. Je betaalt er wel gewoon voor, snap je? Dus je betaalt ook wel voor de service, zou je denken. Maar wij gaan dus nu eventjes terug naar Amsterdam. En we gaan het gewoon fixen. En we gaan er gewoon heen zonder afspraak, want dit moet gewoon gefixt worden. Klaar. Ja, ze nemen ook niet op. Nee. Ik heb trouwens dit tasje gekregen van Seda, van Elite Skin Clinic. Dit is de crème die ik ga gebruiken voor de komende dagen. Best wel chill. En volgens mij is deze voor Filip, volgens mij. Ja. We gaan nu lekker een uurtje terugrijden. En dan moeten we weer een uurtje heen. En op het laatste moment moeten we ook weer een uurtje terug. Want we moeten terug naar Amsterdam weer op het laatst. Want we wonen in Amsterdam. Super leuk deze dag. Heel erg productief. Filip is boos. And when I get that money back, then baby girl, you can spend it. We zijn in de Bijenkorf en het is gelukt. Filip heeft nu weer de goede schoenen. Dus wij gaan nu naar de auto en dan gaan we meteen door naar de borrel. Want we zijn dus te laat. Door dit hele gedoe. We zijn nu op locatie. Ik viel bijna in slaap in de auto. Ik ben echt kapot ineens. Wij pakken even onze spullen en dan gaan we naar binnen. En dan zie ik Faisal ook zo meteen. Nou, ik ben dus met Faisal. Wij zijn nu bij de meeting en kijk wie ik hier zie. Dit is, wat is je naam? Miquel. Miquel. En wie is jouw papa? Brees. Brees is jouw papa. En we zitten hier een beetje ja, te drinken, spelletjes spelen. Het is heel gezellig, hè? Ja. We zitten nu weer in de auto. Kijk je me nou aan? Ja. Jongens, mag ik wat vragen aan de vlogkijkers? Nee, je gaat iets doms vragen. Nee. We zitten nu weer in de auto. Dus ik ben dus aan het daten. Kijk, zie je, het begint al slecht. Ik heb geprobeerd Tinder te downloaden. Maar mijn motto is dus, als je niet kan betalen, moet je ook niet praten. Nou jongens, in ieder geval, wij zijn onderweg naar Amsterdam. Is het Ramadan vlog? Nee, ik ben niet aan het vasten vandaag. Wij gaan nu naar onder. Ja. Ik ook. We zijn nu net thuis. En we zijn zo moe. Wauw, deze zaterdag was echt zwaar. We gaan nu gewoon Prison Break kijken. We hebben eten besteld. Het komt er zo aan. En dan gaan we gewoon lekker chillen de rest van de dag. Whisky. We hebben onze pizza. Dit is pizza tonijn. En dit is pizza 4 casa. Ook hebben we chicken strips. Of zo. Ik heb het niet. En we gaan nu. Oh. We gaan nu Prison Break kijken. Het is zaterdag. En we gaan nu eventjes naar de Action. Want ik moet de wasmand halen, want die heb ik gesloopt. Dat is zondag. Wat zei ik? Zaterdag. Oh. Dit is de wasmand die ik ga halen. Hij past nu net nog in het karretje. En Filip gaat nu even kijken naar kantoorartikelen, want we hebben dus alle twee nu een KVK en dan moet dit. Dus we zijn nog op zoek naar een laptoptas en wat die vrouw ons aanwijst. Het is trouwens van Filip, maar ik vond het wel grappig. Dit zijn de enige laptoptassen die ze hebben. En dit zijn echt vrouwelijke tassen. Filip gaat hier echt niet mee lopen. We zitten weer op onze vertrouwde plek in de auto. Wij gaan nu naar Amsterdam West en daar ga ik personal training volgen. Dit wordt mijn eerste les met Adam. Ik heb er super veel zin in, maar ook weer niet. Maar ik denk dat als ik bezig ben, dan ga ik er gewoon tegenaan. Of niet dan? Zeg ze! Eerst deed ik het altijd met mijn vader, toen ik in de zuur zat ik anders op trainen. En toen gebeurde dit. Goed zo, 2, 3, 4, 5, 6. I'm trying to touch the states this time. 2021. Gotta show them I can still rap though. I'm in the game.
game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera's on. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I said he giddy, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s. Mijn armen zijn helemaal verzuurd, jongens. Ik heb net een workout gedaan bij Adam. En ik mocht me net in mijn buik slaan. Bij mijn buikspieren. Oh wauw, ik ben echt. Het moet echt even gewoon opgekrikt worden, maar dan gaat het allemaal beter. Toch? Toch, Filip? Dat het gaat beter, toch? Ja, yeah, zeker. Ik ben sowieso. Wow, kijk mijn hand trillen. Zie je dat? Zo. Je gaat zo meteen. Als je zo meteen de douche gaat. Vlog in ga je. In de douche ga je helemaal zo. Als je de komt. Dat is trillen. Ik zit daar, wat gebeurt er? Wij zijn nu in de Dirk en we gaan broodjes halen. Ik heb net mijn training gehad. Ik ben echt moe. Mijn armen zijn verzuurd, zoals ik jullie zeg. Maar het voelde wel goed. Dit zijn de broodjes die we gaan halen. 2 hamkaas voor Filip, 1 kaasstengel voor mij en 1 roomboter voor mij. Dit is wat we gaan eten vanavond. Krieltjes met vlees. Dit gaan we zo meteen eten. En spinazie. En we hebben ook popcorn, want we willen wel altijd een snack. Maar dit is de meest gezonde, denk ik. We zitten weer in de auto. Wij gaan nu eventjes een parkeerplek zoeken waar we rustig ons brood kunnen eten. En mijn armen, ik heb jullie al gezegd, mijn armen zijn verzuurd. Wauw, ik kan niet eens omhoog. Maar ik vind het lekker. Ik vind het wel lekker. Morgen heb ik sowieso kapot van spierpijn, maar dat maakt niet uit. That's okay. We maken nu eten. Dit zijn de krieltjes, het vlees en de spinazie. Ik ben echt moe. Deze dag was niet zo heel spannend of zo. Was best wel rustig. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Vergeet dan zeker niet even te liken. En te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe Ramadan vlog. What's good, motherfucker?